Deze hengst heeft ons internationaal op de kaart gezet. Porsche KWPN heeft haar heel veel internationale Grand Prix paarden gebracht. Hij heeft mijn fokkerij op de kaart gezet. Deze voshengst met een gouden karakter was in internationale Grand Prix wedstrijden een openbaring in het parcours. Hij leverde vele kampioenen en werd in 2019 genomineerd tot paard van het jaar. Een fenomeen die bij het KWPN het allerhoogste predicaat behaalde. Preferent. Ah, ga je mee? Ja. Hé? Ja. Je bent zo'n beste, hè? Ja. Tangelo gevonden met een hele goede vriend van mij in België, Harry Theeuwens. We kwamen bij de familie Wets van de Zuidhoeven. We hebben de paard geprobeerd en toen eigenlijk direct als 3,5 jaar al gekocht. Kom maar, jongen. Zo, ga je gang. Ja, Tangelo kwam op mijn pad omdat Rolf dat paard zag in België. En toen heeft hij mij s'avonds opgebeld. En toen zei hij, ik heb denk ik een hele mooie en goede hengst. Zowel voor de sport als de fokkerij. Ja, dat paard viel natuurlijk direct op. Het mooie kleur, mooi afgetekend. En er stond daar op de deel, de open plek, stond tussen twee palen, stond een vos hengst. Ik zei tegen Rolf, als hij dat is, dan koop me. Ik was meteen verliefd op Tangelo. Het is niet zo dat Tangelo alleen geniet, maar ik geniet van zoiets geniet ik ook. Dat is eigenlijk mijn lust en mijn leven. Hij sprong eigenlijk super vanaf de eerste dag. En hij sprong toen al op dezelfde manier zoals hij later ook bleef springen eigenlijk. Rolf Bril is een ruiter die fantastisch kon rijden en dat ook deed. Want hij heeft Tangelo tot internationale top gebracht. Ja, hij was gewoon super ongecompliceerd. Hij was niet onder de indruk van welke entourage of wat dan ook. Dat hij eigenlijk niet tot het laatste, dat hij geen wereldbekers gelopen heeft en zo, had ook met zijn dekcarrière te maken. Omdat hij toch vrij veel gebruikt werd. En dat is erg moeilijk te combineren. Er zijn maar enkele paarden in de wereld die die dekcarrière en sportcarrière heel goed kunnen combineren. Peter, was 20 jaar geleden dat ik Tangelo voor het eerst zag. Hengst Tangelo die kwam als 4-jarige naar Nederland. En toen was het zo, als een 4-jarige hengst goedgekeurd moest worden bij het KWPN, dan kwam hij op de eerste bezichtiging en dan moest hij de hengstencompetitie meespringen. En Tangelo sprong als 4-jarige in hengstencompetitie met Rolf Bril. En toen was het dan een heel opvallend paard. Het paard viel als 4-jarige op door de goede manier van springen. Sprong met heel veel lichaamsgebruik, goede achterhandtechniek. En toen was het eigenlijk al een van de opvallendste paarden van zijn jaargang. En het jaar erop, als 5-jarige, is hij toen definitief goedgekeurd bij de KWPN. Maar het was toen al een mooi paard, hij was mooi gefokt. Het was een Narcos uit een Ludanum moeder. Ludanum is een volbloed die veel betekend heeft voor de springpaardenfokkerij. En dan in de moederlijn Ramiro, Almee, Gotthard. We kennen allemaal de combinatie Ramiro, Almee, wat eigenlijk een hele goede combinatie is in de springpaardenfokkerij. Dat Tangelo een goede dekhengst is ten eerste dat hij zelf goed fokt. Dus dat betekent goede sportpaarden, want daar draait het uiteindelijk allemaal om in de fokkerij. Tangelo zelf sprong altijd op de goede manier. De springpaarden kennen zich wel eens een keer de klassieke manier. Dus dat betekent op een goede manier, dus met veel lichaamsverbruik, goede achterhandtechniek en veel vermogen. Ik denk dat dat een kenmerk is wat hij doorgeeft, maar ik denk ook vooral de instelling. Er wordt wel eens gezegd, de kinderen van Tangelo die worden geboren met een zadel op, maar dat zien wij ook. Bij de aanlegtesten, maar ook in het verrichtingsonderzoek van de hengsten,
Vooral paarden die heel slim zijn, die een goede inzet hebben en veel instelling hebben. Op het moment dat Tangelo van de Zuidhoeven zelf van het internationale toneel in de springsport stapt, kloppen zijn nakomelingen al direct aan de deur. 43 nakomelingen van de hengst springen op het hoogste niveau. Zo sprong zijn zoon Figaro op Grand Prix niveau met Gerco Schreuder. Copain met de Duitse Nicolas Pol, Tobago Z met Daniel Deusser en was de erkende Derry Lou jarenlang met springruiter BZ Madden succesvol. Ook tal van kleinzonen zijn goedgekeurd. Denk aan Figaro's zonen El Salvador en Dortmund HS, F1 USA, Gaspar en Home Run, die allemaal uit een Tangelo van de Zuidhoeven moeder zijn gefokt. Nou, wij als KWPN denken dat toch Tangelo van moederskant best een schootje bloed nodig heeft. Dus een merrie met een beetje bloed, een beetje maat en lengte. En wat opvalt is dat de nazaten van Tangelo eigenlijk allemaal goede inzet, goede instelling hebben. Dus een goed hoofd, goed karakter. Maar ook een hele goede bovenlijn fokt hij door. Goede rug, goede lendenpartij. En dat zijn toch een paar aandachtspunten voor de springpaardenfokkerij. En dat is denk ik ook wel de reden dat hij zo'n grote invloed heeft gehad op de Nederlandse fokkerij. Het had altijd super plezierig peerd geweest in de omgang en alles ook. Ja. We hebben er bijzonder van genoten. Ik heb meerdere nakomelingen van hem in mijn fokkerij gebruikt. Ik heb er ook nog in mijn moederlijn nog veel Tangelo bloed in zitten op het moment. Derry Lou kun je erg goed vergelijken met Tangelo zelf. Super instelling, ongecompliceerd, onbegrensd vermogen en een hele goede afloop. Toen die 2,5 was, lieten we twee hengsten losspringen bij mij in de buitenbak. En toen sprong die al extreem goed. Toen de tijd waren we eigenlijk niet zo druk met de hengstenkeuring bezig. En misschien is dat achteraf ook wel goed geweest dat hij de tijd heeft gehad om te kunnen rijpen. Kijk, en dat je een van de meest winnende paarden ter wereld fokt. Ja, dat gebeurt zelden natuurlijk. Dat is natuurlijk extreem dat het zo gelukt is. Maar dat het dan ook van Tangelo lukt, van een hengst die je zelf helemaal opgeleid hebt, is dat toch zeer bevredigend. Ja, hij mag heel oud worden, ja. Als s'avonds voor ik naar bed ga, ga ik altijd nog even rond. Maar met name ga ik naar Tangelo kijken. En dan kom ik nog even in de stal en dan wrijf ik me een beetje over zijn neus. En dan krijgt hij van mij drie mooie winterwort. En dat vindt hij geweldig. Ja, lekker watteltjes. Ja, ja. Dat is het. En dan kun je lekker gaan slapen zo dadelijk, hè? Ja, super. Speciale band erin, ja. Dat was direct in het begin al, maar dat is zo gebleven.